Ik had eigenlijk een eerste vraag eigenlijk naar de zaal toe. Wie werkt hier eigenlijk in de zaal voor de overheid? Het merendeel, ja. En wie werkt hier dan typisch niet voor de overheid? Oké. Dus ik zou zeggen 2/3 overheid, 1/3 niet overheid. Tweede vraag. Ja. Wie weet eigenlijk wat de geschatte waarde is eigenlijk op economisch vlak van open data in België? Is die iemand een cijfer te geven? Tussen de 850 en 900 miljoen. Dus met andere woorden, niet onaanzienlijk. En dat betekent niet eigenlijk, want het is eigenlijk de geschatte waarde vandaag, betekent natuurlijk niet dat we het daarbij gaan laten of dat het niet meer zou kunnen worden. Ik zou zeggen, als introductie zou ik graag een parallel willen maken. Zou ik graag een parallel willen maken eigenlijk met de knooppunten in Vlaanderen. Ik veronderstel dat de meeste onder jullie wel ooit eens op een fiets zijn geweest. Laat staan zelfs dat jullie wekelijks natuurlijk gaan fietsen. De goede fietsers zitten hier zeker ook in deze zaal. Het knooppuntenverhaal kennen jullie zeer zeker dan ook. Het is eigenlijk al een verhaal dat enkele jaren geleden werd opgestart. En dat per slot van rekening toch wel enige bekommernissen met zich heeft meegebracht. Voordien waren er geen knooppunten, zo simpel was het. En dus met andere woorden, iedereen reed eigenlijk min of meer, op zijn minst voor de wielertoeristen, dichtbij huis, niet te ver van huis. We gaan naar de bakker, we gaan ook wat verder, we gaan misschien bij de ouders. Dit verhaal, het knooppuntenverhaal, heeft wel een nieuwe beweging met zich meegebracht, zijnde, we gaan eigenlijk typisch van punt tot punt naar een bepaalde bestemming. Zonder zelfs misschien op voorhand echt te weten wat dat die bestemming is, per slot van rekening, gaan we eigenlijk echt ergens naartoe gaan. En de gemeenten vonden dit eigenlijk niet echt zo'n leuk idee, want in plaats van eigenlijk typisch ter plekke te blijven, in de gemeente te blijven, gingen de mensen dan kriskras typisch naar andere bestemmingen. Hetgeen natuurlijk op economisch vlak ook een impact heeft. Per slot van rekening, indien de mensen die dicht bij huis zijn, bij wijze van spreken. Maar dan gaan ze er waarschijnlijk ergens anders verbruiken. Dat is misschien wel ook zo. Anderzijds heeft dit wel tal van opportuniteiten met zich meegebracht. En dat ziet je nu ook eigenlijk. Rond de knooppunten heb je nieuwe businesses die gecreëerd werden. Mensen die typisch een bed and breakfast eigenlijk gaan creëren. En die daar eigenlijk de economische waarde van gaan inzien. Maar je kunt eigenlijk ook spreken over tal van cafés, brasseries, restaurants, die daar reclame rond gaan doen en die typisch eigenlijk dit gaan gebruiken als zijnde een meerwaarde. Wel, deze parallel zou ik ook willen maken eigenlijk met open data. Waar is de meerwaarde? Waar is eigenlijk typisch de business? Tussen haakjes, in Vlaanderen, bij meer specifiek eigenlijk in de provincie Antwerpen, hebben ze eigenlijk juist de toegevoegde waarde berekend eigenlijk van die knooppunten en van het wielertoerisme, bij wijze van spreken. En dat kwam uit eigenlijk op min of meer 30 miljoen euro per jaar, zijn de min of meer een 8,5 euro per wielertoerist, bij wijze van spreken. Dus niet onaanzienlijk. Goed, we spreken dus eigenlijk over open data en kan daar typisch eigenlijk nu business aan gehaald worden? Wel, wat is eigenlijk open data? Ik ga eigenlijk niet terugkomen op hetgeen dat Saskia al vertelde, maar per slot van rekening is open data niets anders eigenlijk dan het gebruik van gegevens. En ik moet u eigenlijk geen lang verhaal maken eigenlijk rond de hype die vandaag eigenlijk bestaat rond Big Data. Wat is Big Data? Wel, dat is eigenlijk gewoon het gebruik van heel veel gegevens. Weliswaar
op een, in het begin, misschien onder de manier, dus met andere woorden, waarbij men eigenlijk niet echt weet eigenlijk wat men hiermee gaat aanvangen, maar waarbij men achteraf wel een toegevoegde waarde eraan kan geven. En wel ja, die data-economie, net zoals voor het knooppuntenverhaal eigenlijk, die data-economie bestaat weliswaar wel. Is wel een opstart, een fase die nog opgestart dient te worden, of die eigenlijk begint op te borrelen, bij wijze van spreken. De vraag is natuurlijk, wat doen we nu verder? En ik kan u zeggen eigenlijk, als directeur van Agora ICT, waarbij ik natuurlijk alle dagen voor in contact komen met ICT-bedrijven, hebben we daar dikwijls gesprekken over. Wat is eigenlijk nu typisch de toekomst eigenlijk van die data? En waaronder natuurlijk ook open data. Trouwens, binnen Agora bestaat er een werkgroep rond GeoICT, die tamelijk succesvol is, en waarbij dat we gaan kijken naar de toegevoegde waarde van data die typisch geo-informatie inhouden. Wel, jullie moeten weten eigenlijk dat 80% van de open datagegevens typisch een element inhouden van geografische aard. En dat betekent dus met andere woorden dat heel veel daarvan kan gebruikt worden in die geo-ICT-wereld. Ik zou ook graag de link willen maken met het Europees Digitaal Plan. We zagen er straks Nelly Kroes even verschijnen. Wel, Nelly Kroes heeft typisch eigenlijk in het kader van het digitaal plan data opgenomen als zijnde een van de 6 belangrijke pijlers. Waarom? Wel, voornamelijk eigenlijk juist omwille van het feit dat data uitwisselen een toegevoegde waarde kan hebben eigenlijk voor de maatschappij. Maatschappij in de brede zin zijn de burgers natuurlijk, maar ook de bedrijven. En de wijze is natuurlijk, of hetgeen dat we wensen te weten, is natuurlijk wat we daarmee gaan doen. De toegevoegde waarde, daar kom ik straks op terug, en de wijze waarop dat we het kunnen valoriseren ook. Desalniettemin zijn er eigenlijk verschillende elementen die van belang zijn. Zijn de enerzijds de PSI-richtlijn, dus de Public Service Information-richtlijn, die door Europa al, trouwens in 2003, werd opgesteld en die in 2013 werd herzien. En die eigenlijk concrete richtlijnen of concrete richtsnoeren eigenlijk geeft, waar men typisch gebruik van kan maken om de nodige verbindingen te maken tussen de gegevens. Het tweede element natuurlijk dat belangrijk is, is ook de implementatie waarbij dat Europa zelf ook aan het zorgen is eigenlijk voor het nodig verspreiden van de gegevens die ook op Europees vlak beschikbaar zijn. En ik ga daar ook op terugkomen, zijn de link die moet gedaan worden eigenlijk tussen de gegevens op verschillende niveaus. En ten derde, wat doet Europa ook nog? Wel, dat is typisch sensibilisatieacties organiseren. Waarom? Juist eigenlijk nogmaals om het belang te gaan onderstrepen van deze gegevens. De omzetting zelf eigenlijk van de richtlijn dient te gebeuren tegen juni 2015. Is dit een probleem? Ik zou zeggen, voor Vlaanderen niet. Nee. De nodige stappen worden genomen en we kunnen ervan uitgaan eigenlijk dat we in Vlaanderen ermee klaar gaan zijn. Is dit een probleem in België? Ja, waarschijnlijk wel. Wel van het feit dat dit geen prioriteit is voor de federale regering. Dit baart ons natuurlijk zorgen. Waarom? Juist omwille van de nood van uitwisseling van gegevens. Open data is natuurlijk een belangrijk gegeven in Vlaanderen, maar kan des te belangrijker zijn, voornamelijk ook op economisch vlak, vanaf het moment natuurlijk dat er een duidelijke uitwisseling kan gebeuren tussen de gegevens zelf van de verschillende gewesten en zelfs op federaal en Europees niveau. Hoe meer men gebruik maakt natuurlijk van standaarden, hoe meer er uitwisseling kan gebeuren op een eenvormige manier, hoe meer businessmen er natuurlijk ook aan gaan uithalen, die ten goede komt eigenlijk van de burgers en van de overheid. Open data, zonder eigenlijk het te gaan gebruiken, heeft weinig zin natuurlijk. Men gaat dan enkel maar investeren in tools en dit brengt enkel maar een kost met zich mee.
Ik sprak daar straks al over de richtsnoeren. Wel, deze richtsnoeren zijn natuurlijk van belang, omwille van het feit dat ze toegang verlenen op een uniforme manier. En ik heb hier eigenlijk 5 categorieën die bepaald werden als zijnde belangrijk. Deze werden bepaald eigenlijk als volgt op gesprekken met typisch gebruikersgroepen en bedrijven ook, als ook de overheid natuurlijk, die daar de nodige, het nodige belang aan hechten. Het eerste heeft betrekking tot geografische gegevens. Ik sprak daar straks al over het feit dat 80% van de open datagegevens eigenlijk een geografisch gegeven inhouden. Wel, deze geografische gegevens dienen natuurlijk op een bepaalde manier georganiseerd te worden, zodanig dat we daar het nodige uit kunnen halen. Het tweede heeft te maken met aardobservatie, ook meteorologische elementen, gegevens met betrekking tot typisch bodem of overstroming. Het derde heeft te maken natuurlijk met transport, en ik dien natuurlijk niet hier in deze zaal te zeggen hoe belangrijk dit is. Ik zie trouwens ook mensen van mobiliteit hier in deze zaal. Transport natuurlijk, het uitwisselen van gegevens met betrekking tot transport en meer specifiek natuurlijk openbaar vervoer is een belangrijk element. Het vierde heeft te maken met statistieken, met betrekking natuurlijk tot de burgers meestal, de wijze waarop men deze statistieken eigenlijk uit de algemene gegevens kan halen, waarbij bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid of elementen rond leeftijd, rond gezondheid eigenlijk kunnen in kaart gebracht worden. Het vijfde heeft te maken met bedrijfsinformatie, complementair natuurlijk het opzicht van het vorige. En waarbij men gaat kijken eigenlijk naar registraties, vennootschappen en dergelijke meer. Dit zijn natuurlijk de elementen waarop er verder moet gewerkt worden. Zijn we klaar eigenlijk voor open data in Vlaanderen? Wel, ik zei het daar straks al, op zijn minst is de omzetting van de richtlijn waarschijnlijk een feit binnen enkele maanden. En gaan we dit zeker in Vlaanderen kunnen halen? De vraag is natuurlijk, hoe gaan we er verder mee om? Het eerste element is natuurlijk van uiterst belang, zijn de blijvende investering die moet gedaan worden. Waarom blijvende investering? Wel, het feit natuurlijk dat deze gegevens vandaag beschikbaar zijn, betekent niet natuurlijk dat we op lange termijn dit nog altijd kunnen garanderen. En dat betekent dus in andere woorden dat we nog altijd in de nodige tools, in het verlenen van toegang ook tot deze gegevens, moeten blijven garanderen. Dit is trouwens ook gelinkt aan het tweede element. Zijn de investeringen die gegarandeerd dienen te worden op vlak van authentieke bronnen natuurlijk. Als ook met het derde zijnde de voorspelbaarheid. Waarom is de voorspelbaarheid belangrijk? Wel, omwille van het feit dat men maar gaat beginnen investeren in tools, in het mogelijk maken van de beschikking stellen van deze gegevens, vanaf het moment natuurlijk dat we zeker zijn dat de gegevens nog altijd beschikbaar zullen blijven. Stel u voor natuurlijk dat u gaat investeren in een product of in een dienst, en dat de gegevens plotseling morgen verdwijnen, ik kan garanderen, dit zal natuurlijk op economisch vlak bepaalde neveneffecten hebben die op termijn dan natuurlijk open data gewoon natuurlijk met de grond gaan gelijk maken. Ik ga hier ook een voorbeeld geven van typisch een site die op dat domein eigenlijk van belang is. Hè. U ziet daar eigenlijk rechts de beschikbaarheid, als ook de downtime, die wordt weergegeven. Dit is typisch een element natuurlijk dat we gaan bekijken vanaf het moment dat men een dienst wilt aanbieden. Waarom? Nogmaals eigenlijk, omwille van het feit dat men een bepaalde zekerheid wenst te hebben, met betrekking tot het toegang verlenen natuurlijk tot deze gegevens. Indien deze gegevens niet meer beschikbaar zijn gedurende een aantal uren, kan het misschien nog meevallen. Gedurende een aantal dagen is het natuurlijk totaal iets anders. Dat betekent niet dat deze gegevens niet meer kunnen gebruikt worden, maar ze worden dan wel gebruikt natuurlijk in een totaal andere context, waarbij de gegevens niet meer noodzakelijkerwijze op permanente basis worden aangepast. Hier een mooi voorbeeld, een schoolvoorbeeld zou ik zeggen, van de uptime van Mercator. Veel beeld hier 100%. Ik zou zeggen, laten we zo verder gaan natuurlijk. Hè.
Goed. Ondertussen is eigenlijk al heel veel informatie beschikbaar. Dat is natuurlijk een goed element. De vraag is, kunnen we beter? Jazeker. Ik geef hier eigenlijk een voorbeeld van de stad Gent. De stad Gent eigenlijk heeft geïnvesteerd in het gaan onderzoeken van thermografie op vlak van huizen. Jullie weten eigenlijk dat er in Vlaanderen, in België, een groot probleem is eigenlijk op vlak van isolatie van daken. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste problemen. Dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom dat we de mensen, de burgers, proberen aan te sporen natuurlijk om daarin te investeren. Wel, de stad Gent heeft dit eigenlijk ter harte genomen en heeft typisch vluchten laten uitvoeren om dit in kaart te brengen. Dit is eigenlijk een mooi voorbeeld, maar dit is maar een kaart, spijtig genoeg. En met een kaart kunnen we natuurlijk niet veel doen. Ondertussen is de stad Gent ook aan het investeren om de burgers warm te maken eigenlijk en deze gegevens natuurlijk bekend te maken. Aan de hand van informatiesessies meestal. We spreken toch over 6 miljoen dat de stad Gent daarin investeert. En waarbij dat ze natuurlijk de burgers willen aanzetten tot de nodige investeringen. Prachtig, moet gedaan worden natuurlijk. Mijn punt is hier natuurlijk, indien we deze gegevens ook in ruwe data kunnen krijgen en indien er kan samengewerkt worden met typisch de bedrijven, de privéwereld, dan kan er eigenlijk nog veel meer uitgehaald worden. Dan kan men natuurlijk deze gegevens aan de hand van diensten, producten, natuurlijk ook bekendmaken aan de burgers. Laat staan zelfs eigenlijk dat ze tools ontwikkelen waarbij men, een soort van level geven, een bepaald niveau geven natuurlijk aan de huizen. Dat je dan kunt linken natuurlijk ook typisch met de energieaudits die uitgevoerd worden bij het verkopen van een huis. Ik geef een voorbeeld, of voor de huur van een huis. Wel, mijn punt is nogmaals, heel veel gegevens zijn beschikbaar, maar de wijze waarop dat deze gegevens natuurlijk ter beschikking worden gesteld, zijn niet altijd optimaal. En dit schoolvoorbeeld, zou ik zeggen, is daar een mooi voorbeeld van. Hoe kunnen we verder? Wel, juist door, overheid en de bedrijfswereld dichter bij elkaar te brengen en te gaan kijken natuurlijk naar mogelijke privé-publieke samenwerking. Bepaalde mensen bij de overheid denken dan van, ja oké, goed, maar het ter beschikking stellen van deze gegevens, is dit eigenlijk wel correct? Per slot van rekening halen bepaalde bedrijven daar gewoon geld uit. Hè? Dus dit is eigenlijk geldklopperij, komende van de bedrijven. Wel, dit is eigenlijk niet helemaal terecht. Wel van het feit dat de ruwe gegevens natuurlijk nooit zomaar ter beschikking worden gesteld door de bedrijven zelf. Men zou eigenlijk de bedrijven die typisch met open data omgaan, moeten vergelijken met DJ's. De DJ's nemen eveneens muzieken over van bekende artiesten, maar ze doen er wel meer mee. In Tomorrowland heb je honderdduizenden mensen eigenlijk die naar DJ's kunnen kijken, terwijl je daar zou kunnen zeggen van, wow, eigenlijk kun je gewoon je radio bezetten en dan juist hetzelfde. Wel nee. Dat is niet echt hetzelfde. Deze DJ's maken juist eigenlijk iets nieuws met de gegevens bij wijze van spreken die ze krijgen, zijn het daar in dit geval muziek. Wel, dit is eigenlijk juist hetzelfde met open data. De bedrijven gaan daar eigenlijk veel meer mee doen dan hetgeen gewoon wordt afgeleverd qua gegevens. En dan zou ik eigenlijk willen verwijzen naar het businessmodel, zodanig dat iedereen dit ook min of meer goed kan inschatten, wat het juist betekent. Saskia verwees ook er straks al naar het feit dat het moeilijk is eigenlijk om typisch een economisch model eigenlijk te gaan ontwikkelen rond gegevens. Dat is juist. De vraag is natuurlijk, hebben we het over de gegevens of over de producten en diensten die daarmee gepaard gaan? En dit is eigenlijk, het klassieke businessmodel canvas dat gebruikt wordt door bedrijven om de toegevoegde waarde te gaan inschatten. Wel, waar ligt juist eigenlijk de toegevoegde waarde?
ruwe gegevens, dat je daar van onder links ziet, PSI raw data, worden eigenlijk afgeleverd en worden eerst verwerkt. Ik zou zeggen, daarin zit eigenlijk al de eerste taak voor de bedrijven, zijn het verwerken van de gegevens. Het niet zomaar overnemen, maar echt het verwerken van de gegevens. Om daarna natuurlijk een bepaalde waarde aan toe te voegen. Wat de waarde ook mogen wezen. Op vlak van productontwikkeling kan dit natuurlijk alle wegen opgaan, maar vanaf het moment natuurlijk dat men typisch extra toegevoegde waarde gaat geven aan de hand van open data, geeft dit een totaal ander beeld van een bestaand product. Ik ga daar ook straks op terugkomen. Om per slot van rekening op vlak van de toegevoegde waarde die je dan gegenereerd wordt, natuurlijk de nodige inkomsten uit te halen. En ik zal dit nog wat nadrukkelijker maken. Hier heb je nog een ander model waarbij dat men typisch telkens de toegevoegde waarde ziet. In wezen begint men eigenlijk vanaf de linkerkant natuurlijk, waarbij men open data gaat genereren, waarbij dat deze open data eerst gaat verwerkt worden. En deze gegevens die verwerkt worden, kunnen dan typisch verkocht worden aan derden. Het is met andere woorden de verwerking die de toegevoegde waarde is. Komt daar eigenlijk een extra stap, zijn het hergebruik eigenlijk van de open data, waarbij dat deze open data op twee verschillende manieren aan toegevoegde waarde kunnen gaan genereren. Ten eerste het ter beschikking stellen kan gratis gebeuren, maar waarbij dat waardemodel dan typisch afhangt bijvoorbeeld van reclame die men gaat doen, eigenlijk rond het ter beschikking stellen van deze gegevens. Anderzijds natuurlijk waarbij dat deze gegevens, weliswaar dan verwerkt, in een bepaald product gaan gestoken worden en waarbij men natuurlijk bijvoorbeeld andere business users gaat kunnen helpen in het opzetten van producten. Dus zoals dat jullie zien eigenlijk, zijn er telkens in die verschillende stappen elementen die eruit kunnen gehaald worden en die een economische waarde kunnen toevoegen aan de open data. En dit is eigenlijk typisch zo'n voorbeeld. Helemaal van boven ziet u eigenlijk toegang tot open data komende van een open vervoermaatschappij, dat kan typisch de lijn zijn. Waarbij dat de gegevens natuurlijk verwerkt worden, eerst gecompileerd, natuurlijk daarna gereferenceerd en dan verwerkt worden. Zodanig dat ze ter beschikking kunnen gesteld worden van derden, via API's typisch. En dat is dan eigenlijk, ik zou zeggen, de stroom die u van onder naar boven ziet, waarbij men op basis van die verwerking van gegevens natuurlijk nieuwe applicaties bijvoorbeeld gaat kunnen ontwikkelen. Applicaties die typisch eigenlijk vandaag trouwens al bestaan, wees het op iOS, Android of Windows. Het zijn hier natuurlijk de applicatieleveranciers die typisch, ik zou zeggen, in contact zullen geraken met de eindklant, bij wijze van spreken. En die natuurlijk de gebruiker gaan kunnen helpen met beschikbare gegevens, waarbij dat er hier een tussenpersoon is, zijnde typisch het bedrijf dat eigenlijk de gegevens gaat verwerken. Anderzijds gaat het bedrijf eveneens typisch statistieken eruit kunnen halen. Dankzij de verwerking heeft men toegang tot, ik zou zeggen, tools die ons toelaten natuurlijk om statistieken daaruit te halen en die dan weer typisch kunnen verder doorvloeien naar bijvoorbeeld het bedrijf of de overheid die de gegevens ter beschikking heeft gesteld. En waarbij men natuurlijk bijvoorbeeld voor openbaar vervoer natuurlijk de dienstverlening kunnen verbeteren. Indien we nu kijken eigenlijk naar de situatie weer in Vlaanderen, en dit nou weer onder de loep nemen, zou ik zeggen, wel, er is ook verdere positieve evolutie op vlak van organisatie van de overheid. Typisch in de laatste beleidsverklaring spreekt men over het feit dat men GEO en typisch open data gaan samenvoegen onder één agentschap
Hetgeen natuurlijk een toevoegde waarde brengt op twee vlakken. Ten eerste het feit natuurlijk dat men op een gecoördineerde manier met deze gegevens naar buiten zou kunnen gaan. Ten tweede omwille van het feit dat dit natuurlijk één specifiek aanspreekpunt is voor typisch informatieproviders. En dus deze uniforme toegang natuurlijk tot datasets kan ook leiden tot typisch het gaan bepalen van één licentie die dan wordt gegeven, in plaats van eigenlijk toegang te verlenen via verschillende type licenties, kan men natuurlijk ook één licentie gaan toepassen op deze gegevens. Deze publieke dienstverlening natuurlijk is, ik zou zeggen, de toekomst voor het verder gaan op economisch vlak valoriseren van deze gegevens. Nogmaals, hetgeen dat zeker één goed punt is. De vraag is natuurlijk, wat is dan de definitie van de publieke dienstverlening? Wel, dat is juist eigenlijk het feit dat deze gegevens op zijn minst door één agentschap zouden kunnen uitgegeven worden. Desalniettemin, indien men nu kijkt naar het volledig plaatje van de Vlaamse overheid, is er wel nog altijd één punt dat niet werd aangekaart binnen het regeringsakkoord, en dat is eigenlijk de aanpak over de verschillende overheden tegelijk aan de hand van één duidelijke agenda. Jullie weten allemaal dat er op Europees vlak één digitale agenda bestaat. Wel, dit is eigenlijk nog altijd iets wat we missen in Vlaanderen en waar er nog verder werk van moet gemaakt worden, zodanig dat we niet enkel alleen maar op vlak van open data, maar natuurlijk op vlak van digitale aanpak dit verder kunnen gaan bevorderen. Waar zit Agora nu eigenlijk in dit plaatje? Wel, ik haalde het al eventjes aan. Binnen Agora zijn er verschillende werkgroepen, waaronder een groep werkgroep rond de publieke sector, ook een werkgroep rond geo-ICT. Wel, de bedoeling is eigenlijk typisch enerzijds een aanspreekpunt te zijn natuurlijk voor de overheid richting bedrijven, anderzijds natuurlijk ook om de vragen van de bedrijven eigenlijk te gaan verzamelen en dit eigenlijk dan ook te gaan relateren bij de overheid. En dit op verschillende vlakken, hè. Wetgeving is één element natuurlijk, maar ook dienstverlening, hè. Hoe kan ik toegang krijgen tot verschillende diensten die misschien verspreid zitten, wel, zoals ik al zei, dit eigenlijk aan verbeteren is. Maar ook typisch een toegangspoort kunnen zijn eigenlijk om de bedrijven te gaan helpen wanneer er problemen ontstaan. Als conclusie zou ik zeggen, wel, er valt nog eigenlijk veel knopen te ontwarren, maar het gaat op zijn minst de goede richting op. En dat betekent dus met andere woorden dat de richting die Vlaanderen heeft ingeslaan natuurlijk verder moet doorgezet worden. Maar anderzijds natuurlijk wel dat we nu echt moeten gaan kijken, en ik heb het daar al met Noël ook over gehad, verder moeten gaan kijken eigenlijk naar de wijze waarop we dit verder kunnen gaan gebruiken en valoriseren. Dit komt ten goede van de overheid, omwille van het feit dat deze informatie die typisch eigenlijk bij de overheid ter beschikking is, dat deze informatie ook verder wordt gevaloriseerd. En per slot van rekening als burger zijn we allemaal vragende partijen, natuurlijk dat de overheid zo efficiënt mogelijk wordt. Anderzijds is het ook de bedoeling natuurlijk, nogmaals, dat de nodige contacten worden gemaakt en dat aan de hand bijvoorbeeld van hackathons er een aan stimulatie wordt gedaan natuurlijk van het gebruik van deze gegevens. Data is bij wijze van spreken de ruwe olie eigenlijk van morgen voor onze kenniseconomie en data-economie natuurlijk. En daarop moeten we natuurlijk verder bouwen. En voor de mensen eigenlijk die typisch voor de overheid werken, had ik dan nog een laatste oproep. In december houden wij eigenlijk telkens onze eGov Awards bij Agora. De bedoeling is eigenlijk juist om het geleverde werk van de overheid in de picture te zetten en aan te tonen wat de overheid juist eigenlijk allemaal doet,
dikwijls in samenwerking natuurlijk met bedrijven, maar het is al niet te min, dit komt eigenlijk voornamelijk toe aan de overheid. Wel, in het kader van de eGov Awards is er typisch ook een eGov Award rond open data. Indien jullie typisch nog projecten hebben, dan is dit een oproep natuurlijk om hier aan mee te doen en zeker ook jullie bijdrage eigenlijk ook nog eens in de picture te zetten. Wel, officieel is de deadline inderdaad vandaag, maar indien het maandag binnenkomt of zelfs volgende week, is dit nog altijd oké. Dus de deadline is officieel vandaag, maar we zijn flexibel, zou ik zeggen. We mogen het wel bij de receptie straks. Open flessen is ook al iets, hè? Zijn er nog buiten deze vragen, nog vragen? Of opmerkingen? Of misschien suggesties? Wensen? Wensen, ja. Ja. Een datagrid wordt daar dan, is daar al in opgehaald? Bij de overheid. Wel, die vraag zou je eerder eigenlijk aan de overheid moeten stellen. Daar kan ik. In Nederland mee bezig, daarmee zou ik er eens graag over spreken. Ja. Ja. Heeft u een mening over open data afkomstig uit de privésector dan? Ja, zeker. Wij zijn zeker voorstander natuurlijk van open data, ook in de privésector. Er moet daar natuurlijk wel een kanttekening bij gemaakt worden, hè, zoals altijd. Net zoals deze morgen al verteld werd, dat het ethisch aspect belangrijk is. De vraag is natuurlijk welke zijn de gegevens, natuurlijk die dan typisch dan worden doorgegeven. Maar in wezen zou ik niet weten inderdaad waarom dat de gegevens die in de bedrijven beschikbaar zijn niet verder zouden kunnen gebruikt worden. Ja. Eigenlijk is iemand die een business model canvas gebruikt om open data te projecteren, dus proficiat, dank u wel daarvoor. Maar hebt u nog andere overheden ergens in de wereld rondom ons die dit ook gebruiken en die dit ook op een business model canvas of op een ander business model projecteren en daar de toegevoegde waarde proberen uit te vinden? Ik zou zeggen, er zijn inderdaad verschillende landen die daar op werken. Ik denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, die daar tamelijk innovatief in is en die daar ook met de bedrijven trouwens probeert samen te werken. Ja? Nog vragen, suggesties? Ja. Van onze kant hebben we de indruk dat de open data nog niet echt opgepikt worden door de privésector. Het zou misschien goed zijn dat we jullie in de eerste plaats en wij doen mee, veel meer degenen die het dan wel doen, en dat we enig succes mee boeken, dat die veel meer in de schijnwerpen zetten. Dat is een voorbeeld dat misschien wel wekken. Terecht, Geert. Dit was dus ook inderdaad een van mijn laatste punten. Er dient eigenlijk een nauwere samenwerking tot stand gebracht te worden tussen de privébedrijven en de overheid inderdaad. Want vandaag bestaat, of dat is eigenlijk tenminste hetgeen dat ik zie, bestaat de kans eigenlijk dat er een bepaalde frustratie per slotverrekening begint te ontstaan, waarbij bij de overheid gezegd wordt van ja, maar eigenlijk worden die gegevens niet gebruikt. Hetgeen waarschijnlijk een terechte attitude kan zijn natuurlijk, maar zoals ik al heb aangeduid, het businessmodel is natuurlijk in opmaak. De bedoeling is eigenlijk te gaan kijken naar toegevoegde waarde. Dit is natuurlijk ook een boodschap die wij als Agoria zijnde naar het bedrijven proberen door te geven. Het vraagt wat tijd, dat is juist. En in dat kader is dit natuurlijk één concreet actiepunt naar het komende jaar toe, zijnde waarbij we gaan samenwerken om dit bekend te maken. Ja. Ja. Als je over open data van bedrijven spreekt, hoe zit het met spionage, bedrijfsgeheimen van de zaken? Want daar kan ook wel informatie in zitten die nuttig is. Inderdaad. En kunnen daar zo wat aangeraken? Is daar een kader voor, of met betalingen die gegevens voor kunnen verkrijgen, dat die nuttig kunnen zijn voor ons? Is daar iets voor? Wel, maar dat is het juiste eigenlijk. Hè. Het ethisch aspect natuurlijk is een belangrijk gegeven. De vraag is natuurlijk, wat gaat je eigenlijk ter beschikking stellen? Spionage is inderdaad een element. Ik hoef
geen verhaal te maken eigenlijk van de risico's natuurlijk dat typisch bedrijven kunnen lopen door gegevens ter beschikking stellen, waarbij dat er natuurlijk afgeleiden daaruit gehaald worden. Maar er zijn bepaalde gegevens die zeker interessant kunnen zijn. Hè. Bijvoorbeeld ligging van bepaalde sites en productie die daar gedaan wordt, waarbij dat er aan de hand daarvan kan gekeken worden naar mogelijke samenwerkingen tussen bedrijven onderling en daar verder op kan gebouwd worden. Dus sowieso zijn er altijd gegevens natuurlijk die nooit ter beschikking zullen gesteld worden, maar anderzijds zijn er wel andere gegevens die wel toevoegwaarde kunnen hebben. Ja? Nog vragen, suggesties? Ja. Goed. Bedankt. Dan is het nu tijd voor de dag. Die gaat door om de ontvangst van deze morgen. Stel voor dat allemaal geeft, volgt 10 meter weg.